Hannes loopt weg. En u mag het zeggen. Mathieu Trezareur. Bert Diener, buitenom in het wit. En kijk eens even, die komt naar twee. Maar dan ziet nog iemand. Dan met Martin Malek en dan Andrew Appleton. Maar aan de leiding Mathieu Trezareur, derde in het kampioenschap. Al zeker voor de Grand Prix van volgend jaar. Chris Harris, Martin Malek, Bert Diener en Andrew Appleton. Onze vriend Andrew Appleton. En dan gaan we eens kijken wat de snelheid is van Trezareur. 99,2 km per uur. Dan is het Harris met 98,5. Martin Malek 96,2. Heeft hij nog één volle ronde van 600 meter te gaan. Hier in de eerste serie op het Fietscenter in Roden. Chris Harris, Martin Malek, Bernd Diener. En de laatste, Andrew Appleton. Nou, een hele grote voorsprong voor onze Franse piloot uit de regio van Morizès. 99,2 kilometer per uur. En Dimitri, een hele goede start, maar ook Theo Pijper aan de binnenkant. Dimitri Bézier, Theo Pijper en Jurk Kemmer, die gaat buitenom. Het is Dimitri Bézier, de leider in het tussenklassement, die de leiding heeft. Dan is het Jurk Kemmer, maar ook Theo Pijper zit er goed bij. Dan is het Peppy Frank en dan Jesse Mustonen. Door. Kijk eens even, Dimitri Bézier met een gemiddelde snelheid van 101 km per uur. Theo Pijper op 2 met 98 km per uur. Dimitri Bézier. En dan schrijft hij weer de volle map bij. Dan is het Theo Pijper. Dan is het Jozef Frank, dan is het Jesse Mustonen en dan is het Jurk Tebbe. De laatste 600 meter voor deze. Dimitri Bézier keek achterom, maar die pakt gewoon de overwinning. Theo Pijper op 2, Peppe Frank op 3. Toen Mustonen 2019. Dan gaan we eens kijken. Aan de binnenkant Martin Smolinski. Dan de man met de blauwe cap, zij bij Knecht. Ja. Je zit er heel goed bij hoor. Kijk eens wat een mooie serie. Martin Smolinski, Sagwaai Knecht, Max Dilger, Dave Meijering en Lucas Vienhagen. Maar Lucas die gaat helemaal buitenom. Zo te zien nu op plek 3. Maar we gaan het bekijken hier hoor. Het is de rode cap van Martin Smolinski. Dan is het Sagwaai Knecht, Lucas Vienhagen, Max Dilger en onze vriend Dave Meijering. De snelheid van Smolinski. Lucas Vienhagen ligt inmiddels al 2. En op een derde plaats Sagwaai Knecht. Hoi, en de heren zitten heel dicht bij elkaar. Voor die laatste ronde. Martin Smolinski. Hoi. Lucas Vienhagen. Sagwaai Knecht, Max Dilger, Bézier aan de binnenkant, ja, en die pakt weer de leiding hoor.
Dimitri Berger met Jesse Mustonen, maar buitenom. Martin Malek. Kijk eens even, Berger. En zo te zien de 111 Martin Malek. Ja, ja, dan de blauwe. Andrew Jesse Mustonen, Andrew Appleton en Saag Wijknecht. Dat wordt nog close racing vanmiddag als die zijn belager tegenkomt. 99,5 Malek op 96 en de rest zit in de 94 km per uur. Nog chapeau voor de mannen. Dimitri Berger, Martin Malek, Jesse Mustonen. En dan de laatste twee hele vijfde baan. Die gewoon de leiding die houdt. Dimitri Berger, Martin Malek, Jesse Mustonen. Hij loopt weg. En wie pakt hier dus de kok? Het is Mathieu Trezareux. En daarachter zien we Jozef Fram. Maar het is Mathieu Trezareux. Dan is het Fram. Dan is het nog wilder zo te zien. Dan de rode cap van Chris Harris. En dan, kijk eens even. Oei, oei, oei. De blauwe van Jurk Tebbe. Mathieu Trezareux. En Mathieu staat derde in het kampioenschap. Dienager 57. Theo Pijper 57. Kijk, de mannen die moeten binnen de paaltjes blijven. Maar oh, 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 als ze er buiten komen, dan hebben ze gewoon één groot probleem. Mathieu Trezareux, 97,85 km per uur. Dan is het Frank Jozef en die gaat een beetje sneller. Chris Harris op 3, Max Dilger en Jurk Tebbe. Mathieu Trezareux, Jozef Frank. Chris Harris, Theo Pijper, ja, en Lucas Vienhagen. Maar daar komt Smolinski. Smolinski zet hem onderin en dan gaat Vienhagen buitenop. Tweede plaats en dit zijn hele dure punten. Maar we zijn er nog niet hoor. Lucas Vienhagen, Martin Smolinski, Theo Pijper, Bernd Diener en dan de groene cap. Geef mij. Hey. Oké, FVM, dat mag. Kijk eens. Ja, Smolinski die legt hier punten door. Maar die kleine Lucas Vienhagen, die geeft geen punt cadeau. Want het gaat natuurlijk ook om de eurotjes. Per uur. En dan als ze langskomen nog één volle ronde. Lucas Vienhagen, Martin Smolinski, Theo Pijper, Dave Meijering en Bernd Diener. Lucas Vienhagen de 125, ja, dan is het de 84. Smolinski de 115, Pijper de 15 van Dave en de 7 van Bernd.
Berger, een hele goede start. Treffereu op 2 zo te zien, Mathieu. Maar Philippe Berger. Ah, kijk. Onze vriendelijke Joseph Frank van de 5e plek buitenom na 3. Maar aan de binnenkant zit nog de rode cap van Berndiener. Dave Meijering op het middenterrein. Tussen Mathieu Treffereu en Dimitri Berger. Ja, en Mathieu die zal hem heus geen punten af gaan pakken. Of toch wel, of legt hij hem aan de binnenkant. Ja, maar dan heeft Berger iets meer snelheid. En kijk eens even. Op Mathieu Treffereu. Joseph Frank en Bert Nuner. Ja, inderdaad. De 96. Start nummer 3. Treffereu. Joseph Frank. Zeg Wijkrecht, hele goede start. Theo Pijper aan de buitenkant. Theo gaat helemaal naar buiten, maar dan heeft hij meer snelheid. Maar hij heeft al die tweede plek te pakken. Maar aan de leiding de 109 van de ECU Zagwijknecht. Maar Theo moet gaan scoren. Die moet punten gaan pakken. Want hij wil natuurlijk zich rechtstreeks plaatsen. En dan komt binnendoor Max Dilgen met rood. Die legt hem aan de binnenkant. Theo aan de buitenkant. Aan de leiding, de 109, Zag Wijknecht, Theo Pijper, Max Dilker, Andrew Appleton en de 121, Jurk Tibbe. Nou, als ze komen, kijk eens even. Straks sturen door de Europees kampioen. Geworden in het weekend van 17 en 18 augustus op de piste in Bad Hersfeld in Duitsland. De jongste. Voor het eerst reed op die 125e zeemachine en met een heel team richting Nederland kwam. Ja, meneer Smolenski was weer te laat. En kijk eens even, hij legt hem nu aan de binnenkant. Komt van 5 naar 3. Maar buitenom komt op. Smolenski is gewoon op een vierde plek. Een hele slechte start aan de buitenkant. Met aan de leiding Jesse Mustonen. Lucas Vinagen. En daar komt Smolenski al. Die zet hem aan de binnenkant. Ja, en die moet alles op alles zetten om Jesse Mustonen nog te achterhalen. Op 3. Daar moet die mannen rondgaan. Hier op de piste. En nou komt hij hoor. Aan de binnenkant. Ja, ja. Helemaal binnendoor. 99,49 km/h. En dat is van onze vriend Martin. Jesse Mustonen, Lucas Vinagen, Chris Nares, Harris en Martin Malek. Lucas Vinagen, die zet hem nog aan de buitenkant. En of die dan nog binnendoor kan. Martin Smolenski, Vinagen, Mustonen. Chris Harris. En dan gaat het licht op groen. En dan gaan we kijken. Lucas Vinagen. En aan de binnenkant Joseph Frank. Vinagen heeft meer snelheid. Kom.
Roncaro was eerste de bochten. En Mark Hildert op 3. En dan zien we Martin Malek op 4. En we zien Jurk Debbe op 5. Ja, wat een talent, die man uit de regio Vechta. Lucas Vinagen. Die rijdt zich zo naar de WK-cyclus van 2020. Op onze vriend Jozef Frank. ...95,104 kilometer voor Lucas Vinagen. Vinagen, Frank, Dilger, Malek en Jurk Debbe die denkt, ja, het is allemaal goed. Ze blijven lekker rustig rond. Lucas Vinagen, Jozef Frank, Max Dilger. Nou, u mag het zeggen. Ik zeg Smolensky. Ja, en dan helemaal buitenom. Komt BG. En BG die komt al in de knel. En die komt al in de knel. Met de tweede cap, Chris Harris. Die zit op het ventekaal bij Martin Smolensky. Smolensky, Chris Harris en dan binnendoor met blauw. Met groen natuurlijk, Dimitri Berger. En Berger die is nog wat van plan. Hij gaat richting het achterin. We kijken even hoe die wegloopt van de andere heren. Hier en dan komen ze weer een puntje dichterbij. Martin Smolensky, Dimitri Berger, Chris Harris, Andrew Appleton en onze eigen Henry van der Steen. Als ze komen nog eens. Martin Smolensky, de wereldkampioen van 2018. Dan is het Dimitri Berger, Chris Harris, Andrew Appleton en Henry van der Steen. Nou, daar komt hij hoor. 84, dan is het BG, Chris Harris. Oh, en die buitenkant die heeft toch problemen hoor. Want Theo komt als laatste weg, duikt daar binnen door bij Zagwijknecht. Ja, die komt er onder. Met die de leiding heeft, onze Engelse motormuis Zagwijknecht. Dan op plaats 2, de 3, Tresor Reumer, daarvoor nog Jesse Mustonen, Theo Pijper en Bernd Diener. Kijk eens even, met z'n drieën, lekker dichtbij elkaar. Kijk eens naar die man in het geel, Jesse Mustonen, die ligt aan het achterwiel van Mathieu Tresor Reumer. Theo Pijper en Bernd Diener. 95,5 kmh. Als ze komen, nog één volle ronde. Onder aanvoering van Zagwijknecht from England. Jesse Mustonen, Mathieu Tresareu. Maar Mathieu die zet hem helemaal bovenin en dan komt hij met die snelheid. Onder de 9, Zagwijknecht. De 3, de 95, de 100. Martin Smolensky, Theo Pijper op 2. Ja, en die mannen pakken gelijk een meter of 10, 12 bij de eerste bocht. Smolensky, Theo Pijper.
is Jurk Tebbe als laatste. Martin Smolinski, Theo Pijper, Chris Harris, Bernd Diener en Jurk Tebbe. Ja, en Chris Harris die wil nog wel even, want die ligt nu op 3. En die ligt een meter op 10. Als die niet te veel spin, niet te veel trek krijgt op de achterwiel, Theo lekker aan de binnenkant. Dan is het Chris Harris. Dan is het Ben Diener. Dan kijken we even naar die Chris Harris. Zit helemaal bovenin. Veel meer snelheid als Theo Pijper. Hij komt eraan het achterwiel. En dan wil hij hem aan de binnenkant gooien. En dat doet hij ook. Maar ja, Theo die zit op de ideale lijn en houdt die dan Theo naar 3. Under. De 84, Martin Smolinski. De 37, Chris Harris. 115, Theo Pijper. De 17er. Ja, de 31 pakt de kop. Max Zinker, de man met de witte cap. En dan komt de rest erachteraan met de blauwe, Lucas Vienhagen. Maar daarvoor zit nog Trezor Rey, zit erachter. En daarvoor zit natuurlijk nog Dimitri Berger. Een hele mooie heat aan de leiding, Max Zinker. Duitse vriend, stad nummer 31, Max Dilger, Dimitri Berger. En die pakt nu de leiding hoor. Ho, ho, ho. Dit is wel even mooi. Max Dilger, Lucas Vienhagen, Mathieu Trezor Rey. Let op. Zet hem helemaal buiten en dan komt hij naar binnen. En dan komt hij gewoon naar het achterwiel van Max Dilger. Wat zeg ik, hij zet hem er gewoon voorbij. Lucas Vienhagen op naar een tweede stek. Ja, en dan scoort hij wederom heel goed hoor. Dimitri Berger. Aan de leiding. Lucas Vienhagen. Max Dilger. Trezor Rey. Ja, en nou staat hij stil en dan komt hij iets later weg. En we gaan eens kijken, is het de witte cap? Is het Jesse Mustonen? Ja, ja. Dan kijk eens, Jozef Frans die komt eraan hoor. Wat een geweldige piloot is dat. Zit op ideale lijn. Mustonen, Frank, Wijknecht, De Vries en Martin Malek. Jarno op die mooie vierde plek. En hij komt door het achterwiel en dan probeert hij te steken à la Harm Horsthede van vroeger. Ja, hoog op en dan legt hij hem aan de binnenkant. Maar dan moet hij alsnog moet hij buitenom. En dan heeft hij veel meer snelheid als Jesse Mustonen. En kijk eens op. Maar dan moet hij helemaal naar boven. Peppi Frank. En hij ligt nog steeds nu aan de leiding. Haha. Dit is mooi. 97. En dan... in de groene cap. En nou kijk eens even. Jozef Frank. Mathieu Trezor Rey, Jozef Frank, Martin Smolinski, Chris Harris en Jesse Mustonen.
aan de binnenkant, Mathieu. Ja, en die wil zijn landgenoot wel een puntje geven. Hohoho! Martin Smolenski, maar daar komt Mathieu Trezeguet. Voor Dimitri Berger. Nou, dit wordt een hele mooie senior. Kijk eens naar onze vriend Smolenski. Ja, en die leven meters in. Op Mathieu Trezeguet. Nou legt hij hem aan de binnenkant. Als het allemaal maar goed gaat. Oh! Mathieu Trezeguet. Peppy Frank, Jesse Mustonen en met de groene cap daar binnen door. Jesse. Wolgasrond. De rode cap van Mathieu Trezeguet aan de binnenkant. Dan is het Peppy Frank. Lekker dicht bij elkaar. Jesse Mustonen en Chris Harris. Die Frank natuurlijk, buitenom. En dan komt nog iemand, Chris Harris. Helemaal aan de buitenkant. Dan moeten ze meer meters maken. Maar dan hebben ze meer snelheid. En dan kunnen ze hem erbij leggen. Als ze komen, nog één volle ronde. Daar komt Jozef Frank weer. Dan is het Mathieu Trezeguet. Dan is het Chris Harris. En dan is het Jesse Mustonen. En Chris Harris probeert het ook nog bij Mathieu Trezeguet. Jozef Frank, dan de 3. Mathieu, de 37. En licht op groen. Dimitri Berger, ja ja. Maar dan met de rode cap zien we Lucas Vinagre. Maar het is de man in vorm, de leider in het tussenklassement, Dimitri Berger. Dan is het 109 Zuidwijknecht, Lucas Vinagre, Theo Pijper en Max Dilger. Kijk eens even. De man op de rood. Lucas Vinagre. En dan gek in het was. En Theo die legt hem er zo onderin. En Theo die pakt gewoon die derde plaats van hem af hoor. Onze Nederlandse vriend. En Theo gaat ook nog naar binnen. En die gaat naar het achterwiel met de man met het blauwe. Dan krijgen ze het seintje. One lap to go. km/h. Ja, en ze komen heel veel verder aan. Want Theo die zet hem er ook nog bij. Dan is het zo te zien, Lucas Vinagre. Jozef Frank. Kijk eens, helemaal buitenom, maar dat kost zoveel snelheid. Kijk eens, een meter of 7 achter tussen Berger, Vinagre, Frank en Trezeguet. Bovenin. Op 2 meter. Wat zeg ik? Hij gaat er voorbij. Hij was er voorbij. Hier op de finish.
Maar ja, dan heeft hij weer de bocht vanaf de start. En dan komt hij. De kater heeft de leiding. Dimitri Berger. Jozef Frank. Oh, dit is een mooie finale. Lucas Vinagre. En dan aan de binnenkant Dimitri Berger, de wereldkampioen 2019. En de jonge man, pakt hij hem wel of pakt hij hem niet? Lucas Vinagre, Dimitri Berger, Rudolf Frank en Mathieu Trezereux. 125 voor points, 125 4 punten. De 96, Dimitri Berger, 3 punten.